Het is de burgemeester van Riemst. Hij knalt deze etappe op gang. En het zal knallen van bij de start, want men haalt in het eerste uur een gemiddelde van bijna 45, 44,9. En ook na twee uur haalt men nog altijd een gemiddelde van 44. Dus het wedstrijdverhaal vrij snel een kopgroep, het was te verwachten. Men deed een soort van paradetocht vanuit Riemst recht naar de aankomstzone, bij wijze van verkenning zou ik durven zeggen. En Haga en Pibernicke, Goujard van Derbergen, De Vriese en McNally. En dan vat je al op 500 meter van de streep, dit gaat niet meer lukken. Zeker als ze ook nog eens vroeg aan die sprint beginnen. En ze gaan niet wachten zoals ze dat in Ardooien gedaan hebben. Dus wordt die daar op gang getrokken. Pibernicke zit aan het goede wiel. En Pibernicke gaat Jandori iedereen verrassen door de maat te nemen van iedereen. Ook van de opkomende van Lerbergen. Die komt zichzelf daar wat tegen na al dat gesprint vooraf. Goujard heeft het daar al zitten. McNally wilde nog binnendoor, maar komt dan uiteindelijk toch wel een wiel tekort om Pibernicke af te houden, te verslaan. Dit is niet zo leuk voor Bouhanni, die andermaal tweede wordt in een sprint hier in de Eneco Tour. Zo, nog eens vanuit de lucht. Ja, McNally die daar net iets te lang in de tank komt te zitten, dan probeerde uit te komen, maar dan veel te dicht bij de finishes. Ja. Veel verder komt hij niet, hè? Nee. Er zat voldoende bracket, power meer was het voldoende niet. Power-up van deze Pibernicke. Licht oplopende sprint. En allemaal kapot natuurlijk, hè. Dat is logisch na een lange aanval. Ja, licht oplopend. En dan de lichtste man van het quintet die het haalt.